een goede dag terug vanuit een parkje. Maar deze keer zit het al op de achtergrond waarschijnlijk vanuit Plopsaland terug. Maar ik heb één probleem. Het regent en ik heb geen jas mee. Ik heb mijn jas thuis laten liggen. Het is te ver om terug om te gaan. Maar misschien kijk ik hier naar iets die de regen kan tegenhouden of wat dan ook. Nu, ik ben hier vandaag ook met een missie. Ja, ik ben hier met een missie vandaag. Voor de mensen die de live gevolgd hebben. En ik zullen waarschijnlijk ook wel Sketchvlogger kennen of Emiel kennen. Wel, Emiel is hier vandaag. Ik weet dat hij hier is, maar hij weet niet dat ik hier ben. Dus ga ik proberen Emiel op te zoeken en te verrassen met, om hem een goede dag te zeggen. Dus spannend. Dus deze keer met een missie hier in Plopsaland te pannen. Maar eerst denk ik eventjes in de winkel gaan kijken wat ze hier van die super poncho's hebben ofzo tegen de regen. Ik ben benieuwd of dat mijn atletisch lichaam daar wel zal in kunnen of wat dan ook, of hoeveel het kost of wat dan ook. Maar ik zie jullie een beetje later terug. Doei doei. Voor elkaar geen groen kapje vandaag, maar blauw kapje. Ja, voor een klein prijsje heb ik deze poncho of wat dat ook noemt kunnen aankopen. Dan ben ik toch een beetje droog vandaag, maar ondertussen kreeg ik te horen dat Emiel aan de ingang ergens is. Dus ga ik nu die richting uit en we zien wel of dat hij mij wel herkent. Ik ben heel gecamoufleerd. Achter mij zie je eigenlijk wel iemand op. En dan zegt iemand boe achter mij en dan zit mij omdraaien. Het is niet waar, godverdomme. Dat is hier inderdaad. Sketchvlogger. De enige echte sketchvlogger. Maar kijk, ik heb dat onkel Jurgen zeg. Goedemiddag. Ik heb een geluk dat we zien opkomen via zijn camera. Ja. Anders zing je wel verschoten, hè? Ja. Ja, maar ik heb niet verschoten, dus... ik heb al genoeg verschoten toen ik hier aankwam en ontdekte dat ik geen jas mee had. Dus Plopsa gesponsord met een nieuwe regenjas. Tencel. Oh wacht, waar staat de Plopsa op? Achteraan. Ik dacht dat het over de roepen ging. Ja, maar nee, het is blauw. En hoe is het, Emiel? Goed. Verrassing. Verrassing, wat een verrassing. Ja, dat je ben, of niet? Ja. Jawel, ik had het niet verwacht. Ja, ik wist dat niet verwacht had. Ik had ook al een hele week helemaal nog geen bericht gestuurd naar jou van hoi. En ik zei, ik ga niet. Ja, kijk. Wat hebben we er eerst gedaan? Ik ben een angsthaas. Maar we hebben wel de dino-splash gedaan. De dino-splash was goed. Maar Jordi wou per se dat ik mee ging op wat was het? Victor's race. En dat is voor mijn limiet. Dat was mijn limiet. Dan denk ik, ik voel me precies niet een persoon in een verkeerd park. Ik heb het gevoel dat ik een smurf ben. Met dat blauw pak. Dit is carnaval. Rotte smurf. Rotte smurf. Ja, ronde smurf. Nou, ronde smurf niet, hè? Kale smurf, ik had maar voor zeggen. Kale smurf. Maar ja, technisch gezien zijn alle smurfen kaal, hè? Als ze er een muts op zetten, zijn ze kaal, hè? Ook weer waar, ook weer waar. Er zit er niemand op. Niemand. Maar ik voel mijn klein beetje verplicht om er nu wel op te gaan. Nou, hier nat. Dat wordt de rode draad door de vlogs van de afgelopen tijd. Nat, natter, natst. Maar ja, we kunnen dat, hè. Ja, we zitten op de Dino Splash met Emiel. Yo! Emiel, de eerste keer is vandaag.
Wat hè? De hoeveelste keer is het vandaag? De tweede keer. En hij is meegevallen? Ja. Jordi zit in een ander padje. Maar Emile, wat doe jij mij aan? Ik zit hier gewoon van voren in de plage. Ik zit nooit van voren. Je moet grote voorbeeld geven. Ik moet grote voorbeeld geven, ja man. Je moet grote voorbeeld geven. Ja, als we zingen, het is jouw verantwoordelijkheid. Hè? Ja, ik kan je wel rennen. We rennen? En jij wel een brevet? Ik weet het eigenlijk niet of ik een brevet heb. Oké, maar we gaan hem mogen. Nee. Oké, staan in pannen. Wat nu, Emiel? We zitten in pannen. Ah ja, klopt, we zitten. Emiel, het klopt, we zitten in de pannen. Ja. Oh, kijk, een vulkaan. Oh, mijn voeten zijn alweer nat. Oh, we zijn nog niet naar beneden gegaan. Ik heb al beter zeven meegekocht. Ja, een gratis douche. Jordi staat op de fijn. Emiel, wel naar beneden, hè? Ja, dat is goed, dat je verwend. Ja, maar je kunt het voorzien niet goed zien, hè? Ja. Gaat ie dan? Ah! Nee! Ah! Wat was er, Emiel? Oh, jongens, toch. Oh. Pas op, dat stout beest is daar, hè? En je kunt er nat van worden. Ja, we gaan er nat van worden. Ah. Wordt Jordi nat? Ziet je niet? Jordi, word je nat? Ik kan het niet zien. Hallo Jordi. Help me! Emiel! Nee. Smoordier! Zie niks meer! Oei! Emiel is weg! Ah, Emiel is daar! We zijn er bijna boven en dan gaan we naar beneden, want als we niet naar beneden gaan, dan blijven we vaststaan zoals nu. Houd je maar klaar, Emiel, we zijn aan het varen. Ja. Hoe kan? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige. Halleluja. Ja. Help, bereid. Emiel, ja? Heb je het overleefd? Ja, ik heb het overleefd. Ben je een beetje nat? Een klein beetje. Voor mij zijn mijn schoentjes en mijn kousjes een beetje heel nat. Ja, ik weet dat Jordi er ook al op zit. Jordi is er ook al van. Ja, maar Jordi is niet nat, denk ik. Ah. Zie je nat? Maar dat was opnieuw een ritje op de splash. Ja, de Dino Splash blijft de natte bedoelingen, ook al regent. Maar ik heb hier naast mij eigenlijk de weerman van dienst staan. Weerman Jordi, vertel eens, wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de verwachtingen? Vandaag gaat het nog opklaren. Misschien valt er een buitje vallen vandaag. Op dit moment regent het nog een klein beetje. Maar mijn voorspelling is dat het misschien wel zal opklaren deze middag. Het is alleszins al beter weer dan over 14 dagen, want toen was ik al weg. Ja, klopt. En de wind valt goed mee, maar vandaag heb ik een reden om te blijven. Ja. Dus ik heb zon besteld en ik hoop dat de regendruppels veranderen in zonnedruppels. Ja, maar ooit komt er weer mooi weer en 25 graden en meer. Ja. Ooit. Maar ooit komt er ook altijd min 15 graden. Joepie, daar hou ik wel van. Ja, ik hoop. Ja. Maar niet om te rijden met een auto. Dan hebben we de Dino schaatsbaan. Ja. Dat is van de Dino Splash. Ik zie al een heel filmpje en alles erop en eraan voor mij tevoorschijn komen. We gaan dat niet doen. Oké. Nee. Maar goed, het weerbericht voor vandaag, dat ziet er een beetje rooskleurig uit. Oké, dankjewel. Ja. Terug over naar de studio. Dag.
worst. Maar het is niet van Paul, het is van Frederik. Frederik, en de worst van Frederik is... ik heb er niks van, niet erop reeds, maar dat zal wel om de komende tijd of zo. Plezier wel, maar een hapje eten en dan weer verder in dit barskring. Ja. Joehoe. Ondertussen is het al een beetje beginnen minderen met de regenen, maar we zitten in het droog onder een grote tafel. Dat lijkt misschien wel raar. Maar Emiel, de sketchvlogger, zoals ik al gezegd heb, is ondertussen al bezig met een kunstwerk te maken. Een kunstwerk. Ja. Ja, het is voor mijn eigen serie hoor, op mijn kanaal. Dat heet YouTube Fanart. En nu ben ik eigenlijk bezig met Mr. Theme Park Fans. Het is wel een uitdaging om dat eigenlijk op een klein kaartje te tekenen, maar ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ja, dus voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn ofzo, abonneer zeker eens of breng zeker eens een bezoekje aan het kanaal van Mr. Theme Park Fans, ook van Jordi ook, maar ook van Sketchvlogger. Leuke tekeningen van allerhande toestanden. En vandaag live hier in Plopsaland getekend. Altijd leuk, altijd fijn. Niet waar, meer moet dat niet zijn. En dat rijmt nog ook. Monster hier achter mij, zijn ze testritjes aan het doen. Het zou open gaan begin juli, dacht ik. Maar we kijken er naar uit. Maar zoals ik al zei, ik niet zo, want ik ga daar niet op, denk ik. Want ik denk dat Kakabroek dan wel zeer nabij en dichtbij zou zijn. Maar we gaan opnieuw een stapje verder hier in Plopsaland. Jordi op een attractie zit in een pretpark, dan gebeurt het wel eens dat er iets ver misgaat. Altijd een verrassing met Jordi in een park, hè? Ja, er wordt opnieuw gesplashed. En waarom vind ik altijd die attracties met water leuk? Zou het niet weten. Maar we gaan de supersplash doen en ik zal niet onderuit filmen, want met dit toestel kan ik dat maar half doen. Maar ik hoop dat ik het overleef, hè. Zal wel zeker. Emiel, ga jij het overleven? Hop het. Ben je al op de supersplash geweest? Nog nooit. Oei, Emiel is nog nooit op de supersplash geweest. Ja. Spannend.
Media mega sketch vlogger. Ja. Kom dat zien. Kom dat zien. Testritjes vandaag met publiek, met mensen, en het was de grote baas Steve die op de Rides to Happiness kon testen vandaag. Leuk voor die man, maar het andere publiek of de bezoekers moeten nog een paar weken wachten alvorens je dat kon trotseren. Maar ik ga een keer verder. Nee. Ja, weer een beetje schuilen voor de regen. Hopelijk is het van korte duur en kunnen we weer een stapje verder. Nee? Huilen op een bankje naast mijn beste vriend. Nee hoor, beste vriend. Hallo. Ja, een dagje Plopsaland kan niet voor onkel Jurgen zonder een carousel. Dus gaan we nog een ritje maken. En Emiel zit een beetje verder op zijn paard. Emiel, dag Emiel. Hallo. Voilà, carouseltijd en de regen. Het is, ik denk dat ik niet zo lang meer in het park ga zijn, want het is een beetje veel aan het regenen nu. En de nerf van een carousel is hier ook nat. Dus je moet niet op de splash zitten om nat te worden vandaag. Het krijgt het ook uit de nemel. Maar kijk, gewoon nog een beetje genieten van dat ritje. Joep. Zo, een dagje Plopsaland zit er alweer op. Het laatste uurtje niet zoveel gefilmd, want het was regen. We hebben moeten schuilen. We waren het sop uit onze puut geregend. Sorry, ik heb puut gezegd. Maar deze vlog is ten einde en jullie zien mij. Ik zie jullie heel graag terug, maar dan ook heel graag in de volgende vlog. Abonneer, geef duimpjes, wat dan ook. En ik vermoed dat ik binnenkort wel weer in een parkje zal zijn en weer een nieuwe vlog kan zijn. Dankjewel aan Jordi en Erika en ook dankjewel aan Emiel. Abonneer ook op hun kanaal, zij vinden dat wel fijn. Maar hier ga ik jullie verlaten voor vandaag. Ik ga ook het park verlaten ondertussen. En zoals ik al zei, ik zie jullie heel graag, maar dan ook heel graag terug in een volgende vlog. Joehoe!